dit is Kina Handlieke. Kina Handlieke is mijn cabaret maatje. En ze heeft een jaar klassiek viool gestudeerd in Noorwegen. En nu doen we samen een soort van muzikaal cabaret. Maartje de Boer komt uit het prachtige dorpje Houten. Soms Zwijndrecht, hangt er een beetje vanaf. Maartje is net afgestudeerd aan het conservatorium. Docent muziek met als hoofdinstrument accordeon. Ja. Maar hoe onderscheiden jullie je van andere cabaretiers? Dat we helemaal niks weten van cabaret. We kwamen echt, we zijn eigenlijk in september begonnen en we waren gewoon muzikanten en we wisten helemaal niet. Dus toen zijn we maar een cabaretprogramma gaan schrijven. Dus voordeel ervan dat je in ieder geval niet iets maakt dat op wat anders lijkt. Want we hebben geen idee wat daar anders was. Ook, ja, nu weten we dan wel iets meer, maar we hadden echt geen idee wat we deden ook. Ja. Nou ja, dat is niet het enige wat dat onderscheidt. Dat zou heel erg zielig zijn. En verder zijn we natuurlijk best wel muzikaal. Ja. Ja, we spelen veel instrumenten. Dat kan niet iedere cabaretier. En verschillende muziekstijlen. En dat is best wel leuk om dan samen te brengen in cabaret. En dat je dan echt een... niet alleen maar liedjes die zo typisch met poparrangementen is van piano. Maar gewoon echt klezmer liedjes, Franse liedjes. Echt onderscheid in stijlen kunnen maken ofzo. Ja. Hey, hallo. Wij hebben ukulele leren spelen van Sam van YouTube. Sam's online ukulele lessons. Yeah. En het liedje is voor Sam. Ja, het is een liefdeslied. Ik merk wel dat best wel een grote markt is voor de dingen die we doen. Want het is niet alleen maar op een podium cabaret. Dus het is dat die derde muur, zeg maar. Maar het kan ook net zo goed in een huiskamerconcertje of wat dan ook. Dat je best wel multifunctioneel inzetbaar ook. Ja. Op feesten en op... En dat was leuk toen we begonnen. Dan dachten we alleen maar dat vrouwen dus van 40, 50 ons leuk vonden. En dan blijkt studenten en jonge mensen het ook kunnen waarderen. Dat is wel heel cool. Als je dit lied nog kan zingen, dan kan je nog een heleboel drinken. En kan je dit niet meer zingen, dan weet je zeker dat je moet stoppen met drinken. Als we samen met een bekende Nederlander een voorstelling zouden maken, zou dat ten eerste Martijn Koning zijn, dus. Ja, die vinden we onwijs cool en dat doen we ook nu einde maand mee. Dat is nu de grootste droom. Inderdaad, gewoon van leven en ook gewoon genieten van elke voorstelling. En niet dat je dan denkt, als het routine wordt, dan wil ik gewoon stoppen. Dan is het klaar, maar volgens mij is het dan ook gewoon klaar. Dan gaat het toch, ja.